Hallo Mac Legion en welkom bij mijn nieuwe part van Mad Max. We gaan een gevaarlijk gebied binnen. We gaan de creepy kant op van de game. Er zijn heel veel dode mensen. Ja, maar als alle Outcryer Errand Boys die allemaal die lampjes gingen halen, hè, Max. Allemaal hier liggen. Waarom zouden we... waarom zou het voor ons wel goed gaan? Dat vind ik wel knap. Waarvoor kom ik daar? Oh, hier tussendoor. Maar als zij allemaal daar liggen, waarom zou het bij ons wel goed gaan? Terwijl onze auto nog meer kabaal maakt dan... dat van de rest waarschijnlijk. Er is een generator hier. Ik heb zo'n vermoeden dat de generator er opeens mee stopt. Misschien de game ook al begint over de flashlight in donkere gebieden. Ik ben benieuwd of ze de jumpscares in hebben geflikkerd. Dat zou wel geniaal zijn eigenlijk. Er zou je veel scrap moeten zijn. Dat is een pot waar je niet meer op kunt schijten. Dat was een pot waar je op kon schijten. Een ornament! Yay! Install op de achterkant. Dat zal wel cool uitzien, denk ik. Eens even kijken. Dat is ook een pot waar je... Dat zal het zijn. Ga je erop zitten en dan komt er net een schop unit, dat zand of zo, die in je reet bijt. Oh, ik moet er niet aan denken, man. Waarom noem ik het dan? Goeie vraag. Geen idee. Zeker weten dat ik niks geen scrap gemist heb. Nee, dan gaan we even doorrennen. Ik weet niet, dit voelt een beetje Spec Ops The Line achter gaan. Waarom weet ik niet. Gewoon door het zand waarschijnlijk, wat allemaal in gebouwen zit en eigenlijk. Wat dan bij Spec Ops The Line in Dubai is. Maar ik hoef geen food te hebben. Restroom zijn we net geweest. Scrap. Ik vermoed, we zijn net wel een paar luid, zijn we iets tegengekomen, maar die rennen weg. Ik denk dat als ze gauw als we de lampjes hebben en op de terugweg zijn, dat dan het gedonder begint, zeg maar. Maar dat het voor nu nog rustig is. We gaan nou door een vliegtuig heen, wat ook best wel fucking ziek is. Of we krijgen een jumpscare. Opeens kiekeboe, dat er iemand naast staat. Dat zou wat zijn. Dit is best wel awesome door zo'n vliegtuig heen. Hoe ook alles verbonden is dan. Best wel awesome. Hier weer nog meer scrap. Me like scrap. Mooi, nog een extra shotgun. Shell. Als iemand irritant gaat doen, dan kunnen we hem... canteen is niet vol, dus je moet niet... Oh. Je zag die rode oogjes daar al op de achtergrond. Die rennen gewoon voorbij. Push on. Get the bulbs. Een van die lightjes die rennen net voorbij, hier naar binnen. Volgens mij. Zoals ik zei, waarschijnlijk kunnen we dus gewoon er naartoe lopen. En op de terugweg worden genaaid. Kijk, want daar weer. Er rent weer een weg. Ze rennen allemaal weg. Puur om ons te naaien. Ons te trappen. We hebben in ieder geval alle scrap. Ik weet niet of dat alles is hier. Yup. Buzzard camp. Dat was gewoon een poging tot jumpscare. Weet je dat? Het is niet gelukt. Ik schrok niet, maar... Just a bunch of mannequins. Dat zag er ook wel uit. Vanaf alle mannequins om verder lopen. Fuck mannequins. Ik heb een tering hekel aan paspoppen. Ik heb dat denk ik wel eens vaker verteld. Maar ik vind dat zo creepy. Als er echt zo'n paspop, helemaal eentje die nog een beetje een huiskleur heeft ook, zomaar. Bij de, weet ik veel wat, zomaar gewoon bij een winkel staat daar met kleren aan. Ik vind dat zo fucking creepy. Het is net alsof er een dood mens is opgezet of zo. Wat naast je staat. Ik vind dat echt zo fucking... Ah ja, eng, ik vind het gewoon niet fijn, laat het zo zeggen. Ik vind het niet eng. Maar
Gewoon creepy. Ja, we komen ook dichterbij inderdaad, want ik hoor die takkenmuziek. Waarom rent hij de hele tijd weg? Grab the bulbs and get out. Hij rent weg. Daar zit niemand. Het zou me niet verbazen als hij opeens op ons klimt nu. Die lampjes moeten we meenemen. Hè? Moeten we die allemaal uit gaan draaien ofzo? Het hele fucking kerstverlichting hier. Die game wel helemaal wijs. Nou, daar gaan we dan maar, jongens. Is iedereen er klaar voor? Dat is alles? Yeah, this should be enough for Twinkle Toes. Ik snap dit even niet, hè. Even gewoon... Hallo, meneer die er achter ons staat, trouwens. Gewoon even realistisch. Daar is een enemy. We hebben geen zin om met die enemy te spelen. Oh no, it's a trap. Wat een verrassing. Maar... waarom klommen we niet gelijk daar uit het raam? Waarom deden we dat niet? Waarom bleef... Holy crap trouwens, die laat die vliegen. Maar waarom... Ja, dat volg ik dan even niet. Waarom gingen we niet gewoon uit het raampje en naar beneden? Mooi, Fury Mode, kom op. Bam! Uh-oh. Mash button. Laat me met rust. Au. Die ene kleine kringen, jongen. Die zijn niet gezond. Laat los, laat los, laat los. Au, au, au. De HP gaat wel naar beneden, dus gaan we vanuit dat we vaker moeten vechten hier. Want echt lekker gaat het niet. Kijk, maar nou ook, dan zijn we bezig met die kleine. Dan zegt de game van, oh, weet je wat? Ik stuur nog wel even iemand op je af. Fuck jou, midget. Er komen nog meer midgets aan. Geweldig. Fuck jou met je grote pakjes. We gaan uiteindelijk wel dood. Kijk. Oh ja, er is niemand meer. Aangezien... oh. Serieus? Dan kan hij gewoon... Sinds wanneer kan iemand met een shield shotgun tegen... shotgun tegels? Shotgun kogels tegenhouden? Nee, kutzooi. Oh, for fuck's sake. Dat is natuurlijk een dude die moeilijk te killen is. En ik zat wel op te wachten dat ik moest evaden. En ik drukte evade wel in, maar toen waren we al neer. Helaas. Ha. Kutzooi. Oh, wait, what? Deference or not? Nog wat? Dat was een hele belangrijke tip. We hebben nog nooit een Deference gedaan, volgens mij, verder. Dan unlock je ook refueling stations mee. Dat is helemaal perfect. Dan kun je altijd gewoon refuelen met de auto. En waarschijnlijk staat er ook wel een sherrycan die je kunt refuelen. Dus dat is helemaal awesome. Maar ja, we moeten het hele gevecht opnieuw doen. Yeah. Tables. Enough games. Aha, enough games. Fuck jou, klein kutkind, jongen. Die kleine kutdingen moeten eerst dood. Nou, die is ook al dood. Die dingen gaan wel snel dood, moet ik zeggen, die kleintjes. Dat is... Hier, let maar op. 1,
2, done. Dood. Dus dat is echt een ding wat we heel snel moeten killen, die kleintjes. We missen gewoon nog geen HP op het moment, joh. Voor mij goed. Zie, nou gaat het in één keer helemaal goed. Oh, dat is een bol dingen. Wat we een keer hebben gehad. Ik mis nog steeds geen HP. Hoe de fuck krijg je dat voor elkaar? Ik moet waarschijnlijk niet te veel erover zeuren, want dan zometeen ben ik in één keer dood waarschijnlijk. Awesome. Ik ben super pro geworden opeens in vechten. Oh, ik heb gewoon meer geluk. Perfect, parry. Get wrecked. Oh, oh. Oh, ik heb... Kijk, maar nou ook. We hebben gewoon meer geluk. Normaal als je in een animatie zit, dat je iemand wil killen. En dan krijg je heel vaak de gekloop met die gast van net. Oké, dat is die shield, bitch. We hebben perfecte timing. Met fucking fury. Ik overleef het gewoon compleet. Oké, nevermind. Ik dacht heel even dat ik het compleet overleef. En we overleven toen wel. Maar dat was fucking awesome. Ik ben best trots op mezelf nu. Dan zeg ik het zelf. Oké, we gaan nu wel eens hard mode. Holy fucking crap. Fuck jou en je wapen, bitch. Fuck jou en je fucking shield. Oké, okay, die man met zijn shield. Moeten we wachten tot hij charged. Dat hij boos wordt. Perfect. En dan loopt hij daar tegenaan. Dan kunnen we hem terugnakken. En dan is hij dood. Oh yeah. Dat was awesome. Het is gelukt. Ik ben trots op mezelf. Ik hoop jullie ook. Dat jullie trots op mij zijn. Vooral in het begin. Dat vechten ging echt vervolgens goed. We hebben gewoon niks, geen hits gehad. Perfect. Maar nou kunnen we dus wel hieruit. Dat is dan, goddank wel, logisch. Oh, dikke explosies. Krijgen we nou de achtervolging waar ik net om vroeg? Ja, ik heb de ladies, ja. Krijgen we nou de achtervolging waar ik om vroeg, game, alsjeblieft? Yep. Dat is wel ziek trouwens, ik heb godverdomme gewoon uit de grond gezet. Nee, het is niet echt een achtervolging, wij achtervolgen iemand anders. Maar... holy fucking crap. Au, we zijn de fik. Chom, doe er iets aan. Ik kan lukken. Even hier omheen. Dat is wel fucking ziek. Maar die mensen zijn boos natuurlijk, maar wij hebben hun lampjes gejat. We zijn voorbij die laag gereden. Zo goed, hè. Wat ben ik toch lief, hè. Ik rijd die mensen niet eens aan. Ik rijd om ze heen. Maar kijk, een auto. En ja, dat was heel mooi, mooi gestuurd. I know. Want het mooie is, die auto draait zich namelijk nu een beetje om. Waardoor wij weer voor hem rijden. Oh, daar is een nieuwe auto. Kom op. Het is toch de achtervolgingsscène die ik ook verwacht had trouwens, maar waar ik ook op had gehoopt. Oh. Dat is dan een beetje jammer, hè? Oh, onze auto kan klimmen. Dat was echt een beetje jammer, dat het hele ding en dan epische springen met nope. Helaas. Yay! Can we still draw breath? Alright, we gaan naar de outcarry toe. We rijden de verkeerde kant op. Naar kick, we gaan naar links. Dan gaan we even over een vliegtuig heen, soort van.
We hebben een stukje terugrijden door de zonduinen. Ik zie de game er echt al mee aankomen dat er dan ook nog een storm komt. Alsof het allemaal al niet druk genoeg was. Ik val me wel mee dat die lijn hier achter ons aanrijden. Dat vind ik eigenlijk een beetje raar. Waarom zouden ze dat niet doen? Willen ze hun kostbare lampjes niet terug? En waarom hadden die lui überhaupt fucking kerstmuziek aan? Het is voor hun altijd kerst ofzo in het donker. Het zou kunnen. Dus je hopen ze dat de kerstman er komt. Ik had een baard, nou niet meer, maar ja, ik bedoel niet in het echt voor de duidelijkheid. Ik heb nooit een baard gehad, want ik vind het niet mooi. Maar Mad Max had een baard. Hij was alleen niet wit, anders zouden we de kerstman kunnen zijn voor hun. Alleen hebben we dan lampjes gejat in plaats van ze te brengen. Dat zijn wij ook weer gemeen. Laten we ook hier nog even wat torens vernachelen trouwens. Of we er toch langskomen. Kunnen we dat net goed doen, want dan is de threat level een stukje lager. Wat natuurlijk altijd fijn is. Voordat we even verder gaan. Heb ik besloten. You serious? Sniper. You fucking serious. Waarom heb ik een barrel? Waarom trek ik die naar mijn auto toe? De logica. We gaan hier even repairen. Maar dat is lelijk dat die sniper gerespawned is. Dat is niet live game. Vind ik gemeen. Kom op. Repair sneller, jongen. Hij kan sneller repair, maar dan moet je bepaalde missies hebben gedaan, volgens mij. En dat hij sneller je auto fixt. Komt ook een auto aan, zo te zien. Oh, komen er meerdere aan. Oh, die knallen op elkaar. Want ze kunnen niet rijden. Fact is. Oké, snel weg hier. Weg, weg, weg. Rijden. In mijn wagentje. La 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 la. Komen we nog langs een... ja, die scarecrow daar. Maar dat is al level 6, maar dan kunnen we wel doorheen beugen volgens mij. Laten we dat maar proberen. Dan gaan we, als we hier toch langskomen... Die fucking kuttorens even meenemen. Want dat is echt een kutding. Echt een OP ding trouwens, wat echt fucking ver schiet, naar mijn mening. Torens die, ja, ze zijn niet slecht als defense. Kom op, beest. Kijk, daar heb ik er nog een. Die gaan we ook even omtrekken, omdat het kan. Oh, kut. Ik heb een fout gemaakt. Ik drukte per ongeluk op rondje, terwijl ik natuurlijk moet poelen met de vehicle. Trekken we deze ook gelijk even kapot. We wachten even hier lekker. Oh, er komen auto's aan. Dat is altijd kut. Dat is kut. Een harpoen. Oprotten. Toren om. Goed zo. Au. Maar daar hebben we de auto's. Au. Ik kan gewoon half aangereden. Nou, niet half aangereden. Ik word gewoon volkomen aangereden. Gemene mensen. Maar jij bent heel mis. Je kunt echt niet raken met je auto. Jij ook niet, dus dat scheelt. Die lui kunnen echt niet rijden. Het zit echt in een Amerikaanse auto, dus dat te merken. Ah, hij is toch bijna klaar. Moet je hierin zitten. Ik weet, de AP is laag en shit, maar... Van de auto niet zozeer. Die is op de helft nu, maar... Ja. Komt allemaal goed, zolang we maar overleven. Dat is voor mij het belangrijkste. Dan even die toren aanrijden. Maar ja, nieuwe upgrades unlocked. Daarom. Altijd fijn. Als we nieuwe upgrades hebben. En we hebben een nieuwe Griffa pointer ook bij, omdat we een challenge complete hebben. Dat is ook awesome. We hebben 7 punten bij hem. Dan moeten we ook maar eens even
Oh, dat is een muur. Maar eens even naar hem toe. Oh, we hebben het overleefd. Gas, 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 snel. Snel naar binnen. Nou, we er niet ontploffen aan. Dat was echt lucky. Hij moet de auto fixen die in de fik staat. You wanna race here? Afraid that'll be your last mistake, Wild. Nee, hij moet je bakjes aan. Allee, we gaan eerst even kijken wat de upgrades zijn voor de garage ding. Het is niet alleen ornament, dat kan nooit. Nieuw. De long looker. Dat is het ding aan de achterkant. Dit is ook wel wat. Een van de DLC dingen dus. Maar we moeten sowieso mee kunnen upgraden, lijkt mij. Ramming grill, nope. Armor, dat kon ook al. Engine, dat is ook niks nieuws. Exhaust, please. Nope. Fucked up, de tires ook niet. Gewoon niks volgens mij. The fuck? Waarom ligt die game tegen ons? Dat hebben we al volledig. Nope, repair speed helaas ook niet. Sideburns hebben we nog helemaal niet gehad ook, maar... Upgrade harpoon? Nope, ook niet. Dan moet in Jeet's territory. Dus... Snap je? What the fuck lult die game allemaal dan? Die game zijn toch echt wel nieuwe upgrades, blablabla, maar... Dat is dus niet zo. My ladies! I'll sparkle for miles! Straks zijn het allemaal kapotte lampen ook nog. You're still alive. And now I'm joining the Rices. Looks like you earned it. Let's see. Well, that can work. Ah, you'll just have a little accident. And presto! A new contestant! What's your handle, lady boy? Mad Max? Yeah. One more thing. You need a partner. Someone cleared for fighting at the Gastown races. Yeah. Well, not too many left to choose from. I'd hurry. Hoezo moeten we iemand kiezen om te vechten? I've given outcry to what he wanted, and he's registered me for the Gastown races. However, I still need to find a fighter. Oké, die O-ring. Gezellig. Ik ga even wat drinken. HP fixen. Ga hier eens even rondkijken ook, denk ik. Dat hebben we verder ook nog niet gedaan. Hier rondkijken. Nieuw bio, underbelly. Wat is dit dan? Wauw, dit is echt the place to be. Fucking hell, het is wel groter dan ik had verwacht, maar... The fuck jongen, dit gaat echt voor mijlen en mijlen gaat het door. En je kon je dus ook opgeven als je dus niet bij Jeet en dergelijke wil werken. Wat dingen wil doen, dan kon je dus hier naartoe, om hier te werken. In deze rommel. Ja, daar word ik blij van. Dat lijkt me helemaal kut. Dan liever bij Jeet, hè. Oké, joh. Het ziet er wel cool uit. Daar niet van, maar... Voor ons om doorheen te lopen ziet het er cool uit. Maar om in te werken, nee. Zeker niet. Ik vind er wel veel scrap. Dus daar ben ik wel blij mee. We kunnen nog dieper naar beneden. Jesus Christ, game. Er zit een pijpleiding van de gasoline te fixen, volgens mij. Twee kleine kinderen zitten hier te spelen. Vanuit te kijken, eigenlijk. Maar het zal voor hun spelen zijn, vermoed ik. Door deze deur kan ik niet. Waarschijnlijk, hè, als ik dit zo bekijk, komen we op een gegeven moment ergens bij Gastown dat is wat aangevallen weer. Zal ik dat ook staan bij Chumstone Hideout, volgens mij heb ik daar ook aangekondigd.
Hey, we hebben een... What the fuck is dat? This sculpture captures the essence of the postmodern socio-political strata, as well as the inner landscape of the urban outsider. It speaks length of our need for comfort in an increasing hostile world, as well as offering a blistering lecture on our need for humility. Ik weet niet, maar ik zit er geen zak in. Oh, it's a world of critics. I wonder how I would be judged today. Ik vind het gewoon lelijke kutkunst. Oh ja, we moeten echt naar Griffa toe, jongen. 8 van die upgrade dingen. Volgens mij hoeveel dingen we kunnen upgraden in totaal ook. We kunnen hier tussendoor zelfs. Wauw. Dit is echt lomper dan ik dacht, joh. Dan woon je hier dus, hè. Dan werk je in Gastown. En je leeft in Gastown. En dat ziet er dan zo uit. Daar word je blij van. Het is echt gewoon... A dream come true. Wil je hier nou niet wonen? Moet je kijken hoe mooi het eruit ziet, man. Daar ben ik blij van. Fucking hell, hé. Maar ja, dit is wel een eindje lopen zo. We gaan ook de andere kant nog wel even op. Ik vind het wel interessant om dit allemaal te exploren natuurlijk. En ik hoop jullie ook. Ik had echt de hoop dat ik die kinderen er vanaf kon tikken. Waarom weet ik niet, waarom dat leuk is om die kinderen er vanaf te tikken. Maar helaas is dat niet mogelijk. En we moeten dus een vechter zoeken. En ik ben benieuwd hoe en wat. Ik neem aan dat het voor de Thunderkooi, nee, de Thunderdome is, zeg maar. De Donderkooi. Zoals het in Nederlands vertaald werd in die tijd. En dat was het Mad Max en de Donderkooi. Zo heet Mad Max 3 in Nederland. Prachtig, hè? Prachtige naam. Mad Max en de Donderkooi. En dat was dus de Thunder Cage. Maar daarvoor moeten we dus denk ik een vechter hebben. En voor de rest moeten we gewoon goed kunnen racen. En je moet dus blijkbaar in een groepje van 2 vechten. Want wij kunnen wel vechten. Dat is het probleem niet. Maar we moeten er nog een extra vechter bij vinden. En behalve dat we dus daar naartoe gegaan zijn, kunnen we volgens mij ook de andere kant op. Of dit is alles wat er eigenlijk was, daar beneden. Geen idee. Ik neem aan dat dat in ieder geval een... It's only for real runners. Oh ja, real runners. Jij met je bakjes houden, kut. Kunnen wij hier naar binnen? Nope. Dat is ook niet echt wat om naar binnen te gaan trouwens. Goed bezig. Zij hebben een of andere wasteland missie die me niet echt veel boeit. Nou, voor de rest is hier volgens mij niet wat. Volgens mij hebben we alles ontdekt wat daar binnen was. Voor een groot deel dan toch. Of vermoed ik dat we ook naar boven kunnen, maar... Ja. Maakt verder ook niet uit. We gaan verder in de volgende part in ieder geval. Dan gaan we dus een fighter zoeken. Ik ben zeer benieuwd hoe de game verder gaat. Allemaal qua story en dergelijke. En ik hoop dat jullie er heel veel zin in hebben. Ik hoop dat jullie dit een leuke part vonden. Als je het leuk vond, vergeet niet even te liken. En dan zie ik je weer in de volgende video. Laters!